Hallo mensen van Naturus Gaming. Ja, ik ben Jeffrey en we zijn weer terug met GTA Vice City. Niet stories, maar de normale. En die intro heb ik nu 2 keer gebruikt, denk ik. Ik denk dat ik hem 2 keer heb gebruikt. Het geluid staat goed. Mooi, dan kunnen we gelijk beginnen. We gaan die missie even doen. Want die hebben leuke missies. Behalve de derde of zo, want die kan ik niet halen. En dat is geloof ik verplicht om te halen. Maar dan moet ik eerst even een controller voor vinden. Want dat is zo'n kut missie. Dat is met vliegen en helikopter. Maar dat kan ik dus niet met muis en toetsenbord. Dan moet je echt heel goed overweg kunnen met muis en toetsenbord. En ik kan dat niet. En ik hoop dat de ruis minder is. Want wat ik heb gedaan, ik heb er een ventilator, ik heb er een cooler pad onder staan en die heb ik nu uitgezet. Waardoor mijn computer opwarmt, dus niet langer kan opnemen dan 11, 12 minuten. En het aan het eind begint heel raar te ruiken. Maar dat maakt niet uit, want mijn harde schijf wordt te warm en daarom heb ik dat ding toegekocht. En dat vind ik niet fijn dat mijn harde schijf warm wordt. Want als je dan zeg maar. Mijn harde schijf zit onder mijn. WSD-knop, zeg maar. Dus wat ik krijg als ik aan het gamen ben, dan. Hou ik automatisch mijn pols of zo. Hou ik daarop. Dus dan wordt mijn pols heel warm en dat gaat pijn doen. Maar ja, we gaan gewoon weer 2 missies doen. Oh. Zoals elke week. Eigenlijk, ja, elke week doe ik 2 missies en we zijn lang bezig. Dat kan ik jullie verzekeren, dat wij zeer lang bezig zijn. Als ze moeten zeggen van, ik moet even bespreken van dat ik langere parts maak. Maar ja, dat duurt zo lang, omdat ik opneem met Fraps. En, jongens, dank je, dikzak. Tenminste, dat klonk als een hele dikke neger. Maar ook in niks racistisch of zo. Nou. Ik ben een paar dagen af van mijn broertje. Ja, hij gaat op schoolkamp. En ik blijf lekker Duits. Want hij zit op de basisschool en ik zit op de middelbare. Dus ja, hij blijft lekker thuis en ik niet. En dat is best wel leuk. Want ik blijf thuis en het is lekker rustig zonder hem. Ja. Die gaat morgen om 7:30 weg en dan gaat hij zitten te zeuren dat hij 7:30 zijn bed uit moet. Ik weet ook niet hoe die. Hij blijft normaal, blijft tot 9:15, kwart over moet hij op school zijn zoiets. En hij gaat 7:50 zijn bed uit en het is 5 minuten of iets. Dus hij komt eigenlijk bijna altijd te laat, maar oké. Dan gaat hij zitten zeuren dat hij 7:30 weg moet. Ja, ik ga elke dag 7:00 weg. Dus hij moet niet zo heel veel zeggen. Ik sta dus veel vroeger op dan hem. Ik sta elke dag bijna 6:00, 6:30 op. Om naar school te gaan. Ik weet niet hoe laat jullie. Hoe laat gaan. Leuke vraag. Ja, eens kijken of ik wat antwoorden krijg. Hoe laat moeten jullie uit je nest? Om. Sterf. Dat was de hele missie. Maar oké. Hoe laat moeten jullie uit je bed? Voor naar school. Voor school. Voor na school. En anders als je niet naar school gaat. Wat ik denk dat de meesten toch wel gaan. Hoe laat moet je op je werk zijn? Hoe laat ga jij je bed uit voor je werk? Ik denk toch wel dat de meesten. Hoe kut. Ja, ik heb dan bijna 1 uur fietsen. En dan haal ik aan het eind. Haal ik nog even iemand op. Dan, dat is mooi. Dus ja, dan ja. Ik ben enthousiaster dan de vorige keer. Tenminste, dat gevoel heb ik. Want, het was een moeilijke dag vandaag. Ik had wel 4 schooluren. Want ik heb vandaag altijd sowieso het 1 uur vrij. Dus dan kan ik 8 uur weg. Jee, dan kan ik 8 uur weg. En dan heb ik alsnog 1 uur fietsen. Maar oké, maakt niet uit. Maar ik kon deze keer dus nog een uur laten weg. En dat is best wel chill. Want ik heb tot 8 uur ben ik in mijn nest. 7:30. Mijn idee was om tot 8 uur in mijn nest te blijven liggen. Maar mijn kat, die altijd op de stoel in mijn kamer slaapt. Die vond het leuk om wakker te maken om 7:30. Met haar neus die heel koud is.
Misschien weet je dat als je zelf een kat hebt of zo. Katten hebben een hele koude neus. Echt een hele koude. Ja, echt. Geloof ik honden ook. Maar honden niet altijd. Katten hebben bijna altijd een koude neus. Dus, nou ja, dan ging ze eerst op mijn neus. En wat ze moest poepen of zo. Ze moest naar buiten, want ze moest popje. En, ja, dan gaat ze mij dus wakker maken met heel schel miauwen naast mijn oor. Twee poten op mijn bed zetten en dan mijn neus aanraken met haar neus. En haar neus is heel koud en dat weet ze zelf ook wel. Later heeft ze nog mijn dekbed of mijn deken bij mijn voeten omhoog gedaan. En daar met haar neus, nou ja, toen heb ik de deur ook maar open gedaan. Want de deur heb ik altijd dicht, anders heb ik het koud. En heb ik er laten gaan, nou ja, boeien. Maar dat was zeer vervelend. Als je snapt wat ik bedoel. Dus ja, misschien heb je het ook wel met de honden dat die jouw soort zwak maakt. Maar wij hebben geen hond. Daar ben ik ook, kijk. Ik ga het even op uitoefenen. Konjer. Kettingzaag. Oké, wat je moet doen, je krijgt dus een kettingzaag. Alleen ik heb nog een Uzi of zo en een pistool. De bedoeling is dat je hem dus eigenlijk met de kettingzaag vermoordt. Maar ik heb een Uzi, dus we gaan hem gewoon neerschieten. Want dat is 4 keer 1000 keer zo makkelijk. En ja. Ja, als jullie misschien wel weten, ik hou van classic rock, dus daarom vind ik dit leuk. De classic, nou, classic rock, hoe die dit noemt. Classic pop of zo. Vind ik veel hoe je het noemt, maar. Oké. Okay. Ik vind eigenlijk alle muziek vind ik wel goed. Behalve hardcore. Ik vind hardcore. Hardcore vind ik zo. En dubstep. Dubstep, ja. Ik heb er niet zoveel mee. Ik heb het ook nog nooit geluisterd. Ja, wel eens geluisterd, maar. Vanuit interesse, maar nee, misschien lag het aan het nummer, maar ik vind het niet echt iets. Ik moet muziek hebben wat echt muziek is en niet zeg maar hardcore. Ja, hardcore en dubstep en spullen is ook wel muziek, maar ja, dat is gewoon niet mijn type muziek. Dus ik vind alles wel leuk, maar behalve dubstep en hardcore dan. En klassiek. Klassiek vind ik ook kut. En zie, die gast moet je eigen vermoorden met een kettingzaag, maar wij hebben een Uzi. Oh, je loopt de hele tijd heel zwaar mee en nu ga je mee lopen zwaaien. Oké, we gaan die wachters wel doden. Dat was niet heel moeilijk. Ja. Oké, wat je nu gewoon doet is switchen en dan even hardlopen en dan. En nu loop je heel snel naar de auto. Ja, weet ik. Painspray. De touw en spuit. Fout! Oh, 6 HP. Fuck. Politie moeten we nu niet op mij schieten, want dan ben ik dood. Shit. Oh, hier. Weg 1 ster. Dit is een kut nummer. China Boy of zo. Dat is een kut nummer. Ja, voor de rest. Ik ben vandaag met de bus geweest, want het was kut weer. Dat was... Nou ja, het was niet echt kut weer. Tenminste, hier in Friesland. Ik werd vanochtend wakker en toen zag ik dus dat het had geregend en ik hoorde het regenen. En toen keek ik naar buiten en toen waaide het ook nog. De wind, snap je? Want de wind waait en ik had tegenwind zelfs. Het is niet van als ik tegenwind heb dat ik niet... Ach man, we gaan wel op de scooter.
Het is niet als ik tegenwind heb dat ik met de bus ga of zo. Maar ik had gewoon een... Ja, ik fiets 12 kilometer heen en 12 kilometer terug naar Schembergkronk. Maar ik had er gewoon echt geen zin in. En het was koud en bluh. Even vanmiddag was het best... Wow. Dat was ik bijna dood geweest. Maar vanmiddag was het best lekker weer. Toen ik uit school kwam. Maar toen was ik al met de bus. Dus dat had geen nut. Dat vond ik helemaal niet leuk hoor. Want... Nee, vond ik eigenlijk wel leuk. Want de weg waar ik op fiets, dat is een weg. En... Logisch. Maar dat is één hele lange rotweg. Het is echt... het eerste stuk van mijn school naar daar naartoe. Naar het eerste dorpje. Dorpje zeg ik. Een dorp met vier straten of zo. Is 2,5 kilometer. En dan... Yes. Dan vanaf dat dorp moet ik... Moet ik goed zeggen. Moet ik nog 6 kilometer door weiland, een brug, een weiland, fietstunnel, dorp, mijn hele dorp door. Dat is ook voor mij 3 kilometer. En dan ben ik thuis. Maar, oh ja, we hadden al opgeslaan. Mensen, ik zie jullie later bij een nieuwe part van GTA Vice City. En ik kan niet zingen. Oké, gasten, later.